Jullie bestaan nu 14 jaar. Zien jullie, zeg maar, tijdens optredens het publiek, is dat veranderd? Is dat bijvoorbeeld, zijn er mensen meegegroeid met jullie of zie je steeds een nieuwe aanwas? Hoe is dat voor jullie? Nou, de groep echte fanatiekelingen die staan toch altijd wel vooraan op een plek. Dus die zie je en daar verandert soms wel wat in. Maar het was heel mooi om te zien bijvoorbeeld bij die Singles Only shows die we deden in 2010, 3 keer Ahoy uitverkocht. Ja, daar kan je sowieso niet meer precies zien wie is, maar het waren in ieder geval een heleboel mensen. Ja. En daar zitten jonge mensen bij, mensen bij zoals wij, ietsje, ik ben 40. 14 jaar. 14 jaar. Ja, ik denk, zeg het maar even. Weet je, mensen 14 jaar, zoals wij. 14 jaar kenen levert gewoon een best wel een breed scala aan mensen op. En dat is ook wel gaaf. Ook in de verdeling jongens en meisjes, mannen en vrouwen is dat wel redelijk 50-50. Dus in principe boor je steeds nieuwe mensen aan met vroeger materiaal. Nou ja, kijk. Dat is natuurlijk wel belangrijk als je zeg maar doet. Is belangrijk. Ja, dat is absoluut. Maar dat is een andere vraag volgens mij. Kijk, in principe boor je steeds nieuwe mensen aan. Dat is echt geen vanzelfsprekendheid of zoiets. Maar dat is net zo niet een vanzelfsprekendheid als dat je een liedje maakt. En zoals No Surrender dat dan zo'n eigen leven gaat leiden. En dat bereikt weer zoveel mensen op die eigenlijk daarvoor of wel of niet in contact stonden met ons. Je weet het gewoon niet. Alleen wij hebben... En dat zeg ik heel vaak. Wij hebben de mazzel dat we dit al een hele tijd mogen doen. En het is niet alleen maar gebaseerd op mazzel. Dat is ook hard werken en proberen het verschil te maken voor jezelf tussen alle anderen. Maar er zit ook heel veel dankbaarheid in dat je het ook overkomt. Ja, maar het is wel zo dat als je zeg maar genoeg plaat hebt gemaakt waarin genoeg nummers staan, bijvoorbeeld Rolling Stones. Je kunt op een gegeven moment 10 jaar slechte nummers uitbrengen. Ja. Ze hebben nu weer, in mijn opinie, dan een leuk nummer, een leuke single. Ze hebben op een gegeven moment zo'n back catalog dat het op een gegeven moment toch wel mensen boeren dat weer aan. Ik bedoel, en dat zou bij jullie op een gegeven moment ook kunnen gaan gebeuren. Nou ja, kijk, we zijn natuurlijk wel trots dat we, als je Singles Only hebt, we kunnen een show in Ahoy gaan doen. Die verkoopt 3 keer uit. Dan beginnen we met de eerste single, we eindigen met de laatste, dat zijn er dan 24. En of je nou Kane eigenlijk wel of niet leuk vindt, dat maakt eigenlijk niet uit, want je kent er 16, 17 sowieso. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Het is natuurlijk fantastisch dat je dat kan doen als je erover nadenkt. Dat is geweldig. Ja. Alleen die periode van die 10 klote platen, of die 10 jaar, wij hopen dat we daar nog net niet zijn aangekomen. Laatste vraag. Jullie vriendschap. Is het nog een vriendschap? Ja. Heb je iets anders gelezen of niet? Nee, ik heb niks gelezen. Nee, maar ik kan me voorstellen, soms zie je van op een gegeven moment dat de band is zo belangrijk om er weer de Stones erbij te halen. Dat dan op een gegeven moment, ik heb laatst die biografie gelezen van zowel Keith als Mick. Maar Mick had hem niet zelf geschreven. Nee, niet zelf geschreven. Ja. Maar dat het op een gegeven moment wordt meer een soort werk. Hoe is dat bij jullie? Nou, ik denk dat... Kijk, wij zien elkaar natuurlijk het meeste van het jaar heel veel. Ja. En wat ik heel prettig vind bij Dennis, dat wij hebben zo'n klik, zo'n connectie ergens, dat wij altijd wel kunnen praten over van alles en nog wat. Maakt niet uit, weet je. Dat is altijd wel een klik. Tegelijkertijd hebben we ook heel erg ons eigen leven. En is dat van Dennis heel anders dan van mij. En dat is ook oké. Okay. Ik moet eigenlijk alleen met mijn vrouw, en ik geloof met mijn kinderen gaat het ook wel goed, dat ik daar heel de tijd mee ben. Dat vind ik heel fijn. Ja. Weet je, dat is heel oké. Okay. En ik denk juist bij ons is het ook heel goed dat we elkaar ook af en toe gewoon niet zien. Omdat dan als je elkaar weer wel ziet, dan heb je toch weer heel veel dingen waar je elke keer die connectie weer voelt. Clasht het vaak? Wat zeg je? Clasht het vaak bij jullie of juist niet? Nee, nu al een tijdje hebben we dat bijna ongezond, is het niet geclashed. Misschien moet dat maar eens een keer komen. Nou ja, weet je, er is na 14 jaar ook wel een bepaalde wetenschap over wie ergens goed in is. En wanneer iemand naar de ander moet luisteren om een probleem op te lossen. En we kunnen ook problemen vanuit best wel zijn visie en mijn visie vanuit 2 verschillende hoeken benaderen. En dat principe werkt gewoon heel goed. Kijk, je moet je niet focussen op wat je niet in elkaar kan vinden. Je moet je juist richten op wat je wel bij elkaar vindt. En zolang dat goed is... Dan kan je verder.